Goedemorgen, dames en heren. Hartelijk welkom op de Koningin Emma. En hartelijk welkom op het dagje Fort Nijland. Vandaag onder het thema Fort Nijland herleeft. Aanwezig op het Fort Eiland en bij ons meneer Van Opijnen. Wat is de reden van het Fort Eiland om dit te organiseren? Nou, wij willen, dit jaar is toch 70 jaar herdenking. Dus dit jaar hebben we dan voor nu voor de Paasdagen een apart evenement georganiseerd waarin we allerlei gebeurtenissen van in en rond de Tweede Wereldoorlog uitbeelden. Er lopen 140 reenactors zo ruim hier. En dat zijn eigenlijk vrijwilligers die het leuk vinden om dat uit te beelden. Met om 3:00 vanmiddag een grote battle spelen ze na op de voorzijde van het Fort Eiland. En dit is gewoon twee extra leuke dagen op het Fort Eiland. En we hopen op een hoop bezoek. Kunnen de mensen buiten deze 3 dagen ook gewoon het Fort Eiland bezoeken? Ja, elke eerste zondag van de maand zijn we geopend. Dan hebben we dus niet zoveel acteurs lopen, maar dan krijgt men ook een uitgebreide rondleiding en wordt alles verteld over het wel en het wee, het ontstaan van het fort en waarom het destijds gebouwd is. Reenacting, wat houdt dat in voor de Nederlanders? Dat is een hobby van levende geschiedenis. Daar spelen ze verschillende tijdschema's in na. En momenteel wordt hier op het Fort Eiland de Wereldoorlog 2 gebeurtenissen nagespeeld.
Wat verwachten jullie zometeen te zien allemaal? Nou ja, een heleboel geschiet en geknal. Ja, allemaal soldaten. Weet je ook een beetje waar het over gaat? Ja, over de Tweede Wereldoorlog. En wat houdt dat in, wat hier gebeurt dan in de Tweede Wereldoorlog? Dat weet ik eigenlijk niet. Weet je vader dat, denk je? Wat hopen we te zien? We hopen te zien dat de Duitsers verslagen worden door de geallieerden. Ja, dat zeker. En als het goed is, dan zijn ze hier ergens verstopt en gaan ze proberen het de bunkers in te nemen. We zijn hier aanwezig op het battlefield, zoals dat heet in oorlogstermen. En wat gaan we zo meteen zien? Jullie gaan een slag zien wat een beetje getraumateerd is op de Tweede Wereldoorlog. Denk maar aan de landingen van Normandië, van D-Day. Amerikaan! Hier! Nein! Hier! 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 Hier